Het is woensdag 11 maart. Welkom bij Rijnmond Nieuws. Feyenoord verliest kostbare tijd met schrappen van plan voor vernieuwde Kuip. Bewoners Vlaardingen zien extra weg voor Schiedam langs nieuwe A4 niet zitten. En politiekids houden snelheidscontrole. Het weer, donderdag flink wat zonnige periode en het blijft overal droog. De matige wind komt uit het zuidoosten. Het wordt in de middag 12 graden. Op Rotterdam Centraal Station voeren personeelsleden van de NS op dit moment actie. Ze hebben een deel van het treinverkeer stilgelegd. Op CS is verslaggever Jan-Roelof Visser. Wat is er aan de hand? Rond 3 uur vanmiddag zijn zo'n 80 conducteurs en machinisten uit de regio Rotterdam zijn hier in overleg gegaan met hun management. Ze zijn dus niet gaan rijden. Ze zijn het zat. Ze zijn het zat dat er steeds collega's mishandeld worden. Dat overleg dat heeft geduurd tot 4:30. Langzaam begint het hier nu weer te rijden. Andere treinen uit andere plaatsen die reden wel gewoon. Maar een aantal treinen vertrokken hier niet. Ze benadrukken vooral dat ze geen chaos willen op het spoor. Dat absoluut niet. Maar ze willen een signaal duidelijk maken. Ze willen dat duidelijk wordt dat geweld tegen NS'ers absoluut niet kan. Want afgelopen nacht is er opnieuw een conductrice uit Rotterdam bedreigd. Er is een conductrice die is met de dood bedreigd. Een jongen van service en veiligheid, veiligheid en service, die is uit de hulp geschoten en die heeft klappen gehad. En die zit nu thuis met gekneusde ribben. Toen dachten jullie als conducteurs en machinisten van nu is het klaar, nu gaan we het neerleggen. Ja, we moesten een statement maken nu. We hebben zoiets van, we kunnen wel elke dag weer doorgaan en denken dat het normaal is, maar het is niet normaal. Dus we hebben gewoon proberen duidelijk te maken dat echt de maat vol is. En als de politiek niet ons tegemoet komt met de nieuwe spoor, met de spoorwegpolitie en andere middelen die geëist worden door de directie en de bonden, dan denk ik dat zij verantwoordelijk zijn voor de collega's die daar straks nog in elkaar geramd worden. Ja, want het zijn er veel, ik hoorde vandaag ook weer 3. Ja, het gaat dag in dag uit, gaat het door. En het is niet alleen dat je lichamelijk gekneusd bent, maar de trauma's die mensen oplopen. Sommigen hebben weer een jaar nodig om misschien weer de trein op te kunnen, om hun werk te kunnen doen. Het is echt verschrikkelijk als je ziet hoe sommige collega's daarmee tobben. Wat de collega's nu willen is heel duidelijk. Ze willen de spoorwegpolitie weer terug en ze zeggen de poortjes moeten dicht. Nou, dat overleg met de minister en de NS gaat komen. En ze zeggen inderdaad al in het filmpje, als dat niet tot een gewenst resultaat zal leiden, dan sluiten we niet uit dat er grote acties zullen komen. Dankjewel Jan-Roelof Visser. De komst van een nieuwe of een verbouwde Kuip loopt zeker 1,5 tot 2 jaar vertraging op. Dat betekent dat het nieuwe stadion vermoedelijk niet voor 2018 klaar is, zoals was gehoopt. Dennis van Eersel was vandaag bij de persconferentie van Feyenoord. Dennis, is duidelijk geworden wat de schade is die Feyenoord oploopt door deze vertraging? Nou ja, er gaat in ieder geval natuurlijk heel veel kostbare tijd verloren voor Feyenoord. Het wil zo graag ook op het gebied van financiën weer de aansluiting vinden met die belangrijke concurrenten. Met Ajax en met PSV. Maar ja, die clubs gaan natuurlijk ook niet stilzitten. De komende 2 jaar loopt Feyenoord sowieso weer die vertraging op. Ja, en tijd kost in dit geval ook letterlijk geld. Want er komen weer nieuwe plannen. Die moeten ontwikkeld worden, doorberekend worden, noem maar op. En dan kun je je afvragen of het afschieten van het plan van de BAM, zoals dat nu is gebeurd voor een bedrag van 15 miljoen, want dat was het gat wat uiteindelijk niet overbrugd kon worden. Ja, je kan je afvragen of die kosten die nu gemaakt worden met het uitstellen, die 15 miljoen niet gaan overstijgen. Als je ziet wat dat aan extra lasten met zich mee zou brengen in de komende jaren, en als je ziet wat voor taakstelling wij al hadden bij die 206, zoals ik al zei, dat is echt aan onze kant de zaak totaal opgerekt. Dan was iedere rector uit. Had er nog een hele stevige taakstelling gelegen om in de zowel in de financiering als in de exploitatie zodanige besparingen te zoeken dat dat spelersbudget voor de BVO ook daadwerkelijk omhoog zou kunnen. In ieder geval zodanig dat een investering van 200 miljoen de moeite waard maakt. Dus het bedrag, wij vinden het 15 miljoen groot. Je had ook andersom kunnen zeggen, ja, tegen de BAM, ach, 15 miljoen minder. Dat had het er ook wel gekund, maar dat konden zij ook niet. Bij hun was de rector ook uit. Nou draait het niet alleen om geld, want ook inhoudelijk was er kritiek op het plan van BAM. Toch, Dennis? Ja, dat is best opmerkelijk, want vorige week op de website van Feyenoord kwam er nog een groot bericht waarin Feyenoord zei dat ze zo positief waren over de vorderingen die met BAM waren gemaakt. Er was zelfs vertrouwen dat het goed ging komen. Ja, het lijken nu een beetje loze woorden achteraf te zijn geweest, want ja, er was ook gewoon inhoudelijk kritiek inderdaad op bijvoorbeeld in het schrappen van de plannen dat er veel minder ruimte voor business units was. Dus
Ja, en omdat er geen plan B was, moet Feyenoord van vooraf aan beginnen nu. Het schemert ook een beetje door dat Feyenoord meer op de hand van nieuwbouw dan vernieuwbouw lijkt te zijn. Maar alle plannen zijn nu weer welkom bij stap 1. Vaststaat dat deze Kuip niet het eeuwige leven heeft. Vaststaat ook dat de betaald voetbalorganisatie de ambitie blijft houden om de spelersbegroting behoorlijk op te krikken. Wij moeten, en dat doen we dan ook op dit moment vandaag, alle opties open houden. Wij gaan opnieuw kijken naar opties van vernieuwbouw. En ja, we zullen natuurlijk ook naar de plannen van Red de Kuip kijken, maar ook die van andere initiatieven die nadat wij afgelopen maandag dit bericht naar buiten brachten, zo ongeveer binnen lijken te stromen. Tot zover het nieuws over de Kuip. Dankjewel Dennis van Eersel. Zometeen in deze uitzending. Politieagentjes hielden vandaag een snelheidscontrole in Spijkenisse. Kijk, komt er een aan. Knijp hem maar in. Dan gaat hij meten. Ziet het? Dat heeft hij vast altijd al gewild. De Wednesday Night Skate in Rotterdam gaat dit jaar niet door. De organisatie zegt het geld niet bij elkaar te krijgen. Vorig jaar dreigt het evenement ook al niet door te gaan, omdat de hoofdsponsor zich had teruggetrokken. Een anonieme geldschieter zorgde er op het allerlaatste moment voor dat er toch geskate kon worden. Dit jaar is dat niet het geval. De afgelopen jaren kwamen gemiddeld 12.000 mensen af op het skatefestijn. De organisatie hoopt dat er in 2016 wel een Wednesday Night Skate komt. De aanleg van de verlengde A4 zorgt voor protest bij bewoners van Vlaardingen. Buurgemeente Schiedam wil namelijk een weg aanleggen langs de nieuwe snelweg, zodat een toekomstig Schiedam Sportpark bereikbaar wordt. Maar die weg komt op Vlaardings grondgebied en daar zijn bewoners niet blij mee. Hier hebben we de Ekstralaan, hier zo. En hier over de sloot, dat is Schiedams grondgebied, moet dan die ontsluiting zijn. De bewoners van de Ekstralaan in Vlaardingen-Holi zijn zich rotgeschrokken. De gemeente Schiedam wil een weg voor het nieuwe sportpark A4 aanleggen door de Vlaardingse Ekstralaan. Niet doen. Gelijk zijn we met onze hielen in het zand gaan staan. Nou, we zijn bang dat Schiedammers onze laan willen gaan gebruiken om ja, eigenlijk dat het vreselijk druk voor het verkeer wordt. Bij de gemeente Vlaardingen ligt inmiddels een verzoek van Schiedam om die gevreesde weg wel aan te leggen. Het is nu aan de gemeente Vlaardingen om te beslissen. Dat is niet een verzoek van ons, dat is niet een idee van ons. Dat is een verzoek dat vanuit Schiedam deze kant op is gekomen. Maar gaat dat er komen? Wij hebben nog niets besloten. Maar juist aan de overkant van het tramtracé, daar gaat het allemaal gebeuren. Daar komt het sportpark. En het verkeer, kijk, hier komt het verkeer dadelijk doorheen. Ook de mensen aan de andere kant van Schiedam, die zijn erop tegen. En, ja, is dit nou weer een oplopende spanning tussen Vlaardingen en Schiedam? Nee, dat is beslist niet, maar aan de andere kant is Schiedam. Niks tegen Schiedammers, maar er staat wel Schiedam nee op het spandoek. Ja, maar dat heeft betrekking op het BMW gebeuren van Schiedam. Die willen dus de boel doordrukken. Schiedam die heeft 40 jaar een ontsluiting naar Schiedam tegengehouden. En daar zijn we nu aan gewend, aan die rust. En laten we het lekker zo houden. Volgende week woensdag zijn de boze Vlaardingers welkom op het stadhuis. Daar hopen ze de wethouder aan hun kant te krijgen tegen de aanleg van die Schiedamse weg. Voor duizenden Rotterdamse kinderen was het vandaag niet zo'n leuke dag. Ze moesten naar Ahoy voor een dubbele vaccinatie. Voor veel kinderen toch altijd weer een vervelend moment. Alle 9-jarigen kregen 2 prikken tegen onder andere difterie, de mazelen en de bof. En meisjes van 12 jaar konden zich ook tegen baarmoederhalskanker laten inenten. Gelukkig viel het voor veel kinderen best mee en konden ze met een gekleurd bandje en een knuffel van hun moeder weer naar huis. Snelheidsduivels en andere automobilisten in de buurt van de Lenteakker in Spijkenisse werden vanmiddag vakkundig in de gaten gehouden door de politiekids. Zo'n 40 scholieren tussen 7 en 10 jaar oud voerden daar onder begeleiding van echte agenten een snelheidscontrole uit met een lasergun. Wij zijn politiekids! Dit is nou een laserapparaat en die doet de politie de snelheid mee meten. Na een korte uitleg van wijkagent Ed mogen de kinderen zelf aan de slag met de lasergun. En dat vinden ze stuk voor stuk heel cool.
cool en ja, het is best wel een slim apparaat. Ik vond het heel cool en spannend. Het was net als een soort pistool. De politiekids gaan 4 keer per jaar samen met een paar politieagenten op pad om zo op een positieve manier kennis te maken met het werk van de politie. De kinderen leren gewoon, proberen de omgangsnormen bij te brengen. Hoe spreek je mensen aan en hoe geef je mensen tips over veiligheid. En dan reiken ze foldertjes uit. Dus het is betrekken bij de veiligheid op straat, maar ook hoe ze mensen aan kunnen spreken. Dus gewoon ook de beleefdheidsvormen. Bijkomend positief effect van de snelheidscontroles door kinderen is dat veel mensen meer lijken aan te nemen van kinderen. Als ik mensen aan de kant zet en ik zou ze een bekeuring geven, dan voelen ze zich wel op de vingers getikt. Als de kinderen ze aanspreken, dan wordt dat net even iets anders ontvangen. Dan staan ze er wat meer open voor. En ja, ik heb het idee dat ze wat makkelijker luisteren naar een kind als naar een agent. Ik vroeg of ze altijd zacht op de goede tempo wou rijden. En wat zei ze toen? Ja. En nu ga je nu politieagent worden? Dat weet ik nog niet. Nee. Eigenlijk wou ik later dokter worden. Toch zijn sommige kinderen helemaal om. Omdat het heel cool is en leuk. Nou ja, als dat er in de toekomst in zit, dan is dat heel mooi meegenomen. Dat is niet het eerste doel. Het is echt het doel is om die kinderen een leuke middag te bezorgen. En wie zijn klok gelijk zet op de Grote Kerk in Dordrecht loopt de kans een trein te missen. Aan de kerktoren hangen 4 klokken, maar die lopen niet gelijk. Op de seconde nauwkeurig is natuurlijk onmogelijk, maar nu lopen de wijzers wel heel erg uit de pas. Heeft u een horloge? Een horloge, ja. En hoe laat is het daarop? Bij mij is het 1:02. En als u naar de Grote Kerk kijkt? Dan heb je 4 verschillende tijden. Een bekend probleem dus. En inderdaad, als wij de klok aan de zuidkant bekijken, zien we dat hij zo'n 4 minuten voorloopt. Dat speelt al sinds jaar en dag, eerlijk gezegd, ja. En hoe komt dat dan? Ja, voornamelijk wind, hele grote wijzers. Maar om dat beter te kunnen uitleggen, kunnen we beter even naar boven gaan, denk ik. Gaan we doen? Ja. Maar boven ben je niet zomaar, aangezien de toren van de Grote Kerk 323 treden telt. Wil je even een korte pauze? Of, Ja, doe maar even. Nou, hier vinden we eigenlijk het brein van de tijdsaanduiding. Een Vista-computer. Waarmee we eigenlijk alles kunnen regelen. Tot aan het uurwerk en het carillon. Ook deze computer, half in de toren, kan niet voorkomen dat de wijzers van de Grote Kerk uit de pas lopen. Zo, we zijn er hoor. Het probleem zit echt boven. Zoals je ziet, zo'n wijzer is ruim 2 meter in de lengte, de minutenwijzer waar ik het dan over heb. De invloeden van wind kan de boel een beetje opdouwen. Speling die er een beetje in zit, die zal eruit gehaald moeten gaan worden. Maar 100% zuiver zal je het nooit krijgen. Niet echt op te lossen dus. Toch laat de gemeente Dordrecht de 4 klokken deze week nog gelijk zetten. Wij gaan vrijdag weer aan de slag, inderdaad, om de boel weer te corrigeren. En zo goed als mogelijk op tijd te houden. En hoe lang ze dan weer goed lopen, de tijd zal het leren. Over precies een week zijn de Provinciale Statenverkiezingen. In de regio Rijnmond kiezen we de nieuwe Staten van Zuid-Holland. Maar waar gaat de provincie ook alweer over? De komende dagen een serie reportages van politiek verslaggever Justus Kooijman om daarover meer duidelijkheid te krijgen. Vandaag willen we meer of minder megastallen in onze provincie. Hier in de Alblasserwaard zitten de grootste melkveehouderijen van de provincie Zuid-Holland. De meeste van deze bedrijven willen graag uitbreiden de komende jaren. Maar de vraag is, gaat de provincie dat toestaan of niet? In 1970 begonnen de families De Groot en Kloek een melkveehouderij in Giesenburg. Dit is de oude stal. Ja, hier is het allemaal begonnen. Die was op een gegeven moment op leeftijd. Qua maatvoeringen voor de dieren was het ook allemaal te klein geworden. Dus ik heb een nieuwe schuur gebouwd voor het melkvee. Het bedrijf is al sinds het begin een grote jongen. Met nu 270 melkkoeien is het een van de grootste melkveebedrijven van Zuid-Holland.
Nou, want waarom bent u nou precies uitgebreid eigenlijk de afgelopen jaren? Nou ja, je hebt toch te maken met stijgende kosten. Daar moeten we maar 4 families van eten. Nou, dan moet je toch zorgen dat je wel voldoende overhaalt aan het eind van het jaar om alles rond te krijgen. Ja. En ja, een stukje groei hoort daar toch standaard bij. En dit is niet het enige melkveebedrijf in Zuid-Holland dat is gegroeid. De tijd dat je van 10 koeien kon leven, ja, die is ver achter ons. Dus tegenwoordig zie je 100 koeien, dat is heel normaal. Dat is ongeveer het gemiddelde in Nederland. Maar je ziet er behoorlijk wat bedrijven die naar 200, 300 koeien gaan. En dat zal nog wel toenemen. Want anders is het niet rendabel om zo'n bedrijf te runnen? Nee, dan wordt het steeds moeilijker om dat omdraaiende te houden. Maar niet iedereen zit te wachten op meer megastallen. Meer koeien betekent meer mest. Dat leidt tot meer stankoverlast. Is meer schade aan de natuur, want meer koeien betekent ook meer ammoniak. Het vervuilt onze bodem, de hoeveelheid mest die we hebben, en ons grondwater. De provincie gaat over de grootte van de stallen. Er zijn nu duidelijke regels over hoe groot een stal mag zijn. De vraag is of deze regels moeten worden versoepeld of juist aangescherpt. De algemene beleidsregel is 2 hectare en er zijn er nog wel wat uitzonderingsmogelijkheden, maar eigenlijk kom je daar heel moeilijk voor een aanmerking. En ja, je ziet die schaalgrootte toenemen, dus ook de provincie moet daar wel op anticiperen, want anders lopen ze achter de markt aan. Als je dan ziet dat er bij de bebouwing voornamelijk kleinere bedrijfjes, die stoppen ermee, nou, laat dan die kleinere bedrijven opgeslokt worden door de grotere bedrijven in het buitengebied, want er is ruimte genoeg. 10 jaar geleden stond 9 van de 10 koeien nog buiten. En als we op deze manier doorgaan, dan zitten straks 5 van de 10 koeien binnen. En daarmee gaat de melkveehouderij, de varkenshouderij en de kippenhouderij achteraan. Je krijgt steeds grootschalige en megastallen. Ja. En dat is iets wat we niet willen. Waar kunnen we straks bij de verkiezingen op 18 maart nou precies op stemmen? De SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren zeggen: nee, dit soort bedrijven moeten niet verder uitbreiden. De Partij van de Arbeid en D66 zijn genuanceerder. Zij zeggen: we moeten ons vooral richten op duurzame landbouw. Aan de andere kant zijn er de VVD, CDA, ChristenUnie en de SGP. Zij vinden dat boeren vooral niet te veel regels moeten worden opgelegd. En het extreemste is de PVV, die stelt de economie voorop. Over precies een week kun je je stem bepalen bij die Provinciale Statenverkiezingen. Morgen in deze serie Rotterdam, de Heek Airport. Wil meer vluchten aanbieden, maar wat vindt de provincie? En dit was Rijnmond Nieuws. Meer nieuws op Rijnmond.nl. Nog een prettige dag verder.